Goedemiddag allemaal, ik ben er weer. Zelda Play 20 terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin in de Forest of Nope. In de vorige aflevering hebben we het voor elkaar gekregen om 3 parts te halen. En heb ik jullie heel goed kunnen laten zien hoe een bum rush niet moet. Ik ben er heel erg goed in blijkbaar. In deze aflevering gaan we proberen om de laatste part te halen. En de laatste part heeft ook nog eens een keer een baas in zich. Dus ik hoop niet te veel Pikmin kwijt te raken. De enige Pikmin die we hier nodig hebben is rode en blauwe Pikmin. Tenminste de... Ja, ik denk eigenlijk meer blauwe Pikmin. Aangezien dat we een heel smal stukje met water over moeten. Dus ik denk dat ik gewoon 20 rode pak. Waarom zeg ik? Ik ben kleurenblind. 20 blauwe pak en er... Oh, you did not. Waarom is hij teruggespand? Er zijn al 100 pik... Huh? Huh? Waar ben... Oké. Dit is eigenlijk iets wat ik nog helemaal vergeten ben om uit te leggen. Op het moment dat je dus zeg maar... veel Pikmin bij een vijand kwijtraakt... hebben ze dus zeg maar de kans dat ze een zaadje of zo in de grond laten vallen. En dan kan dan dus zeg maar ook uitgroeien weer tot nieuwe Pikmin. Wat ik helemaal vergeten ben om uit te leggen. Nou, we hebben 70 Pikmin bij ons. En ik hoop nou in deze aflevering de... Oh, het zijn er 2! Oh, het zijn er 2. Oké, prima. Nou, ja, dat ding hebben we niet nodig. Volgens mij Will-O-Wisp of zo. Ik weet niet hoe dat beest heet. Oké, nou, Bumrush, kom op. We kunnen het! Goed. Als ik me niet vergis, ben ik geen Pikmin kwijt. Goed zo. Zo hoort een Bumrush te gaan. Zo moet je hem doen. Oké, nee, niet te dichtbij in de buurt. Aanvallen! Pats, 2 keer, goed zo. En ik ben... Ja, weet je wat ik dus het nadeel vind? Is op het moment dat ze op je Pikmin vallen... Dan is je Pikmin ook gewoon ver... Ja, dan wordt die gewoon verpletterd, dus... Hoezo zijn ze nou in één keer allemaal teruggekomen? Ik had gisteren in een theorie... Ik ben echt gewoon een idioot. Alles wat ik zeg, geloof het maar niet. Kijk maar gewoon in beeld. Ik bedoel, kijk maar gewoon op het beeld. Dan zie je hoe dat het spel gespeeld moet worden. En mijn uitleg staat helemaal nergens op. Hoppakee, bum rush. Ik poon jullie allemaal. Denk ik nou... dat fluitje af en toe, dat wordt gewoon irritant. Oké, nou, die leeft dus nog. En daarachter, daar zien wij dus zeg maar inderdaad 4 Pikmin gesprout. En nou met een 69. Haha, dankjewel spel. Gaan we gewoon een bumrush doen en... Moet je kijken, het zit gewoon geglitcht. I don't care, bumrush. Wat? Deze locatie is gewoon super geglitcht. Hij had niet gehapt. Nou heb ik erop gelet. Hij heeft niet gehapt. Dit spel haat mij gewoon. Dit spel haat mij gewoon. Laten we gewoon er gewoon vanuit gaan. Dit spel haat mij. Punt. Niks meer aan te doen. Oké, nou, ik was heel eventjes bang dat we daar die grote wakker zouden maken. Hij heeft niemand aangevallen, daar ben ik alleen maar blij om. Goed, Mark. Goed zo, niet gehapt, geen Pikmin. 1 Pikmin. Nou, daar kan ik wel mee leven. Goed, nou, op het moment heb ik nou de blauwe nodig. Heb ik een rode bij me? Nee, toch? Nee. Maar wat we hier nu moeten doen, het is eigenlijk best wel linker soep. We moeten hier nou eigenlijk de blauwe, zeg maar, achter deze doos gooien. En dat zelfs dat kan glitchen. En hij zegt dat ik er 1 Pikmin heb, terwijl ik helemaal geen Pikmin heb. Dus dat staat helemaal nergens op. Nou, aangezien dat we dus zoveel Pikmin kwijt zijn geraakt, laten we maar deze remains ook eventjes gaan harvesten. Oh, echt serieus dit spel. Dat... Ik bedoel, als ik een Pikmin kwijtraak op een eerlijke manier, heb ik er helemaal geen probleem. En dan, serieus, dan hoor je me nog niet eens klagen. Maar dit is gewoon cheap. Cheap, cheap. Goed, nou, ik wil dus een hele kleine... aantal Pikmin hier voorzichtig overbrengen. Kom niet tevoorschijn, kom niet tevoorschijn, kom niet... Oké, goed zo. Braaf. Een blauwe hebben we op dit moment... Volgens mij hebben we blauwe hier wel voor nodig. Ik weet niet. Want er zitten daar dus zeg maar een heleboel vijanden. Ik denk dat ik daar zelfs mijn blauwe voor de shipart gewoon stand-by laat. Er zitten hier dus zeg maar 3 soorten bazen... waar we niet mee willen klooien.
Geloof mij, maar daar willen we niet mee klooien met die bazen. Er is er maar eentje die we hoeven te verslaan. En er is er ook maar eentje die ik wil verslaan. Dus wat ik wil doen is, ik wil sowieso mijn red team meenemen. Maar ik wil ook nog een paar blauwe erbij hebben. Zodat ik de vijanden zeg maar makkelijk mee kan doen. En aangezien dat ik lui ben en niet wil gaan plukken... Zorg ik even dat er 100 Pikmin in het veld zitten. Haha! Dat is nou jammer dat daar geen zaadjes uit groeien, hè? Oké, nou, ik neem jullie wel even gelijk mee. De baas die we moeten gaan verslaan, dat is eigenlijk best wel een gevaarlijk. En ik dacht dat dit een korte part zou gaan worden, maar ik heb hier gewoon echt voorbereiding voor nodig. Want, de baas die we moeten gaan verslaan... Ik moet de Armored Kim... De Armored Beetle, dat was op zich wel een leuke baas. Eerlijk is eerlijk, fair is square. Maar de baas waar we nu naartoe moeten gaan... die is echt gevaarlijk. Ik bedoel... De baas, Armored Beetle, die hadden we best wel snel voor elkaar gekregen. Alleen deze baas die we nou hebben, die kan zo gevaarlijk zijn. En is een van mijn minst favoriete bazen ook van Pikmin 2. Dus en Pikmin 2 die is vele malen groter dan dit spel. Dat kan ik jullie wel vertellen. Alvast een beetje een sneak gedingetje over Pikmin 2. Ik moet zeggen, Pikmin 2 is ook echt wel een van mijn lievelings Pikmin games. Alleen het enigste nadeel is ik vind het verhaal van deel 1 vind ik weer beter. Maar ja, dat zien jullie van eigenlijk wel wanneer dat we weer aan Pikmin 2 gaan beginnen, wat ooit een keer zou plaatsvinden. Dus stel de play, we haten jou ooit zinnetje. Ja, dat weet ik. Sorry. Oké, nou, het enige wat we dus nodig hebben is ons red team. Hopelijk kan ik hier gewoon... Oké. Allemaal rode. Heb ik ze allemaal? Ja, oké. Tenminste, dat denk ik. Oh, jeez! Ik wou jou nog niet wakker maken. Nou, weet je wat? Screw die blauwe, screw die blauwe. Gewoon tot de blauwe erbij zitten, dat maakt niet uit. Wat we willen doen, dus we willen helemaal naar de achterkant lopen. Ben jij... Wat je wil doen, dit is de Burrowing Snagrit. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitscheld, zo niet, sorry daarvoor. Wat we moeten doen is, we moeten wachten tot hij met zijn snavel vast komt te... Nee, hij zit niet met zijn snavel vast, hij zit niet met zijn snavel vast. Hij moet met zijn snavel vast komen te zitten in de grond. Zo dus. En dan wil je Pikmin op hem gooien alsof dat er geen einde aankomt. Ah, ik deed fout, 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 ik deed fout. Ah, dat kost 3 Pikmin. Ah, dat is niet de manier waarop dat je... Als hij vast komt te zitten, dan wil je dus zo snel mogelijk je Pikmin er naartoe swarmen, zo. Kom op. Ah, bijna. Oh, dat was goed, dat was goed, jongens, dat was goed. Oh, rennen. Nee, laat het gras met rust. Geen grasgrappen nu. Oké. Nee, hij zit niet vast, hij zit niet vast, hij zit niet vast. Oh, ik haat dat beest. Ik haat dat beest. En dat beest haat mij. Oh, we delen dezelfde liefde, we haten elkaar. Oké, kun je even vast komen te zitten met je kop? Dat zou fijn zijn, goed zo. Kapok! Afgekeurde kip. Ga me nou niet zeggen dat dat de verkeerde was. Nee, daar hebben we de ship part. En nou komen we dus zeg maar bij het punt waarom dat ik blauwtjes mee had genomen. Oh, staan we hier veilig? Ik kan gewoon niet de... Ik ga de muur knuffelen. 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 Want er zitten hier dus 3 van die etters. Oh boy. Oké, ja, ik laat jullie heel eventjes hier staan. Ik laat jullie heel eventjes hier staan. Pak ik even mijn andere blauwe. Jullie ook! Jullie horen er ook bij. Oké. Nou, dan heel voorzichtig. Niet in het water vallen. Goed zo. En knuffel die muur. Knuffel hem. Hou van hem. Love it. Knuffel echt die muur. Echt, ik haat... Oh, ik haat Burrowing Snagrits. Ik haat ze zo erg. Het is een soort van slangvormig... It's the Geiger counter. Every spaceship needs one of these. But I don't actually know what it's for. Every once in a while. It goes wild and it lets... out a lot of noise, but I never pay much attention to it. So, it doesn't do me any much good. I really should read that manual of one of these days, whatever. Dus ja, dat is onze ship part. En als je dus blauw... Als je dus blauwtjes meeneemt...
Waarom gaan jullie die kant op? Als je dit met blauwtjes doet, die horen hier naar beneden te springen. Waarom springen jullie hier niet naar beneden? Was dat dan maar rood? Oh, jullie zijn echt dom. Moet ik dus echt die andere ook verslaan? Prima. 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 Jullie willen vechten? Prima. Stelletje steefs. Ik bedoel, als ik kan kiezen tussen wegrennen en vechten. Ik ga voor het wegrennen. Ja, dat zijn er twee. Ja, jullie willen vechten. Oh, dit gaat echt fout. Oké, we zijn er 9 kwijt. Oké. Ja, gewoon aanvallen. Gewoon aanvallen. Oh, nee. Doe maar niet. Ja, dat zijn er weer 3. Oh, jullie zijn echt dom. Nee. Oh, de tijd is ook nog eens een keer bijna om. Waarom willen jullie dit? Oké, wacht eventjes. Ik heb een beter idee. Dit kost alleen maar... Pak! Ren voor je leven! Pak het en ren voor je leven! Ren! Zijn ze erdoor? Oké, nou, ik wil die ene nog wel eigenlijk afmaken. Ik wil die hebben nou toch bijna. Maak hem af! Kom op! Goed zo! Wraakacties.nl/com. Nou, neem die 3. Echt, ze geven kei weinig pellets. Waar gaan jullie heen? Oh, nou kan het in één keer wel. Nee! Jullie Steve's! Echt. Ik snap het gewoon niet meer. Ik snap er echt helemaal niks meer van. Nou ja, de laatste part van The Forest of Nope is aangekomen. Oh, wat een steef. Serieus. Noobs. Kijker counter. This nosy guard is always letting me off spontaneously clicks and buzzes. It can be kind of annoying. Net zoals Pikmin af en toe. I have recovered 12 on the dirty parts in creating my delving capabilities. My search can now cover a wider area. Yay! Geweldig. Nou, om heel eventjes terug te komen over, in de vorige aflevering zei ik, in de voorgaande aflevering had ik constant gezegd van, tot ik op zijn minst, zeg maar, 2 parts per aflevering zou willen hebben. En vandaag hebben we er maar eentje. Dit komt door het volgende. Er is nog maar 1 part, zeg maar, hier te halen. En aangezien dat we het gisteren netjes voor elkaar hebben gekregen om 3 parts te halen, denk ik dat dat mooi gewoon elkaar covert. Dus, en we zitten pas op dag 7, dus op zich doen we het nog niet zo verkeerd. Dus, Ja, it's almost sundown, hurry up! Sorry, maar ik had nogal last van een heleboel domme Pikmin. De Pikmin die doen gewoon echt niet wat ik vraag. Maar ja, dat snap ik aan de ene kant ook wel. Ik snap echt niet waarom dat de Pikmin me zo'n moeilijke tijd geven. Ik zeg serieus de Let's Play vloek. Normaal gesproken, als ik Pikmin aan het spelen ben, nergens geen problemen mee. Gaat alles soepel, geen issues. Echt helemaal niks.
Nee, wat doet Pikmin nu? Ik ben Pikmin aan het spelen voor YouTube om te laten zien hoe awesome spel dat het is. En natuurlijk, alles gaat flauw. Alles gaat... Zelfs mijn audiocommentaar gaat hartstikke flauw. Oké, dan gather the Pikmin. Hebben we alles? Hebben we iedereen? 93, 94, 96? 99? Waar zit Harry? Oh, er zit er nog eentje ondergrond. Degene die als laatste ondergrond blijft, die heet Harry. Oké, hebben we al een Pikmin? Mooi. Dan kunnen we gewoon dit doen en zeggen... Go to sunset, bekijk het. Zo was de schade. Ja, we hebben iedereen. Wat is de schade? 7 days since impact. I have managed to increase the range of the dolphin. Looking from the dolphin's portal as I sit higher over the sky, I see a vast wetland in the deepest part of the forest. I shall call it the distant spring. I can begin my exploration of it tomorrow. For now, I must sleep. And sleep we shall. 26 Pikmin in totaal zijn we al 92 Pikmin kwijt. Dit is gewoon rampzalig. Ik heb runschat dat ik maar 10 Pikmin kwijt ben gegaan. Maar ik zeg gewoon echt serieus. Dit is gewoon de domheid van de AI. Plus nog eens een keer de Pikmin die de hele tijd lopen te glitchen. Plus nog eens een keer. En natuurlijk hebben we de 69 gespaard. Ik ben klaar met deze vandaag. Ik ben klaar. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. En ja, ik hoop jullie morgen te zien. Laat een like achter als je dat tijd hebt. Morgen gaan we heel eventjes kijken wat we gaan morgen doen. Dus we hebben nu dus de Distant Spring. Maar we hebben ook nog echt ontiegelijk veel te doen in de Forest Navel. Dus zoals je dus ziet, deze heeft heel veel parts. En deze dat heeft ook... Deze heeft er nog 7. Deze heeft er nou nog... Deze heeft er 10 geloof ik. Maar ik denk dat ik morgen eerst terug wil gaan naar de Forest Navel. En dat we dan gewoon heel de Forest Navel gewoon gaan aanpakken. En tot we daarna naar de Distant Spring toe gaan om te kijken wat we daar kunnen hebben. Dus ik hoop jullie morgen te zien. Dan gaan we naar de Forest Navel. Bedankt voor het kijken. En tot dan. Doei!